morning. Het is vrijdag en ik ben onderweg naar de gym. Het is echt slecht weer en ik ben aan het rijden en ik ga zo lekker sporten. En dan heb ik vanmiddag een soort van women's bijeenkomst in Amsterdam. En vanavond ga ik met voet naar MGMT in Paradiso. En tussen zeg maar sporten en naar dat women's ding gaan. En dat is later vandaag ga ik nog filmen. Dus dat is de planning eigenlijk. Dus ja, dat is vandaag. Dat is wat we gaan doen vandaag. En ik heb er zin in. Voor degenen die het niet hebben gezien of meegekregen. Eergisteren ben ik tijdens de sporten op mijn rug gevallen. Echt naar achter zeg maar. Mocht je afvragen hoe dat gaat. Ik heb nog steeds echt pijn. En ik kan bepaalde bewegingen niet lekker maken. Maar ik, het is gewoon zeg maar, het is gewoon verkrampt of zo. Want anders kon ik niet lopen, weet je wel. Het is toch heel rug. Dus ik ga vanuit dat het gewoon op een gegeven moment weggaat. Ik moet alleen nu denk ik voorzichtig gaan door de sport. Maar goed, ik ga nooit meer op dat bok ding. Echt nooit meer van mijn leven. Nooit meer. Wil jij iets lichter voor mij zetten? Op die? Ja. Druk maar in tot aan de 5. Ja, perfect. Please. Klaar met sporten, dat ging goed. Heel boodschappen doen en dan naar huis filmen. En door. Boodschappen gedaan, op naar huis. Eten maken. Dit. Eten, yum yum. Oké, ik ga douchen. En ik heb trouwens gisteravond een beetje zelfnaar nog gedaan. Dat is best wel heftig of niet? Nou ja, ik corrigeer hem. Ik heb wel altijd wittere tanden met zelfnaar. Dat vind ik altijd zo mooi, witte tanden. Oké, douchen. Zo meteen dit bruinfilm. Ik heb gedoucht. Ik ga even wat editen. Want Foefje gaat beneden nu filmen. En als hij klaar is met filmen, dan ga ik hier filmen. Oké, terwijl hij aan het filmen is, daar ga ik een masker op doen. De Mask Cream à la Rose. Black Rose Cream Mask. Van Sisley. En dit is die ene waar Kim Kardashian altijd mee slaapt. Dus ik ga hem even testen. Oké, klaar. Ik heb masker op gehad ook. Ik heb gewerkt, heb geëdit. Foefje is klaar met filmen. En nu is het tijd voor de Beautyless video opnemen. Ik heb ongeveer 3 kwartier Get Glam With Me. Maar ik wil ze niet meer zo extreem lang hebben als dat ik ze altijd had. Dus dat moet op zich wel lukken. Oké, let's go. Oké, ik heb gefilmd. Ik heb Get Glam With Me opgenomen. Ik heb hier een tas mee voor vanavond, want concert. En ja, de look en alles, het zit in een video. Die zien jullie de dag na. Zeg maar, dus jullie kijken dit nu vandaag. Morgen zie je hem op Beauty Gloss. Goed, alle staf mee. Lipstick mee. Deo mee. Oké, ik ben er klaar voor. Ben je er klaar voor? Dit is voor MGM. Heb je de tickets? Oh nee, we staan. Oké, we zijn onderweg naar Amsterdam. Ik heb daar als eerst een evenement. En dat is van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wil je horen wat ze hebben geschreven? Ja. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwt jou als een van de meest invloedrijke jonge vrouwen uit de Nederlandse mediawereld. Oh, jonge vrouw. Invloedrijke Daarom willen we jou graag uitnodigen voor het Women Empowerment Event. Waar vrouwelijke Nederlandse ambassadeurs en invloedrijke jonge mediavrouwen elkaar inspireren en in gesprek gaan. De ambassadeurs van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ieder uur ergens in Nederland bezig, laten hun stem horen. In ieder geval, jouw tafelgenoten schrijven, acteren, regisseren of ondernemen en bereiken het publiek dat zij in beweging kunnen brengen. Het zijn vrouwen met een stem die gehoord wordt. Cool hè? Ja, cool. Ja. Ik ben er en ik ben uiteraard mijn colbertje in de auto vergeten. Of is verder gereden? Altijd, ik vergeet zo vaak. Oké, we gaan gewoon. En ik ben bij mezelf nagegaan van hoe komt dat eigenlijk? Dat we in feite voor een van de grootste existentiële problemen van dit moment staan. En dat er tegelijkertijd zo weinig mensen echt verantwoordelijkheid nemen. Echt actie ondernemen en daadwerkelijk daarover praten. Ik denk dat een van de redenen komt omdat het zo'n ontzettend ongrijpbaar probleem is. Klimaatverandering laat zich totaal niet isoleren. En alles hangt met elkaar samen. Dus wat wij hier in Nederland doen,
heeft te maken met wat we in China doen. Is verbonden via de lucht, via het water, via ons voedsel. En allemaal, ik, wij, zij, zijn onderdeel van dit enorm complexe geheel. Dus wat hebben mijn acties dan in hemelsnaam voor zin? Bijvoorbeeld alleen al kijken naar vlees. Vlees is verantwoordelijk voor 66% van de hele milieu-impact van de voedselketen. Daarnaast heb je melk en eieren voor 9%, al het drinken voor 12% en al het overige eten 5%. En dat zijn best indrukwekkende cijfers, want als je daarover nadenkt, wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als iedereen zou overstappen op een plantaardig dieet? Wat voor enorme stappen kunnen we maken? En het geeft mij ook heel veel kracht, die gedachte. Dat je dus met de keuze op je bord al een enorme impact kan hebben. In Nederland houden we toch ook van lage prijzen. Dan moet ik er wel bij zeggen, dat beantwoord jouw vraag ook. Het is niet zo hoe duurder het kledingstuk is, hoe duurzamer het gemaakt is. Ik ken echt heel dure merken en die vragen hele hoge prijzen, maar die plegen geen duurzame productie. Goedkopere merken, net als de HEMA en H&M, die produceren echt redelijk schoon. Het kan natuurlijk altijd nog beter, maar die doen het best heel redelijk. Wat ik jullie ook aanraad om te doen, als je iets wil kopen van een kledingmerk, ik raadpleeg altijd Ranker Brand. Weet jullie dat kennen? Nee, niet. Nou, typ je gewoon in, doe je Ranker Brand en dan typ je merk in en wat je wil kopen en daar staat iets op. En het allerbelangrijkste denk ik wel van solo reizen is dat je echt leert dat je genoeg hebt aan jezelf om de hele wereld aan te kunnen. En dat er niets is dat je niet kan. Vooral het laatste werd mij, het belang daarvan werd mij een paar weken geleden des te duidelijker toen Sophia me vroeg om hier vandaag te komen praten. Want sinds dat moment, tot ongeveer 5 minuten geleden en nog steeds, zijn er 2 dingen die door mijn hoofd schieten. Enerzijds is dat, ja natuurlijk, wat een eer en wat leuk. Maar anderzijds zijn dat hele grote golven van blinde paniek. Dat het absoluut niet kan en dat er zoveel mensen beter zijn. En denk, oh, nou, en dat is een soort betaalde kortsluiting op. Misschien is dat wel herkenbare reactie voor velen hier. Want vooral vrouwen, veel meer dan mannen, zijn geneigd om bij iets. Wat ze nog niet vaker hebben gedaan, of nooit hebben gedaan. In eerste instantie te denken dat ze datgene niet kunnen. Vraag een man of hij klaar is voor een bepaalde promotie, of misschien ook niet komen praten. En hij zou misschien wel beledigd zijn dat het er nu pas wordt gevraagd. Terwijl vrouwen tot dan wel komen met een hele eerlijke analyse over waar ze goed in zijn en niet goed in zijn. Waar ze allemaal de rampscenario's zien, wat goed gaat en niet goed gaat. Mannen bluffen zich er gewoon doorheen en vrouwen hebben een soort hardnekkige neiging om altijd maar eerlijk te willen zijn. En wat dat betreft kunnen wij eigenlijk veel meer leren van Pippi Langkous, die met haar uitspraak ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. De grote feministische inspirator is geweest dan ik als kind door had. Het constant benoemen van een vrouwelijke variant van iets bevestigt alleen maar dat de algemeen geldende standaard mannelijk is. En dat is dus precies waar we vanaf moeten. Want vrouwen zijn echt net mensen. En door onszelf als een afgeleide van het mannelijke te zien, krijgen we dat patriarchaat natuurlijk helemaal nooit aan diggelen. Nou, de vraag is hoe dan wel, en daar is helemaal niet het antwoord op, en daarom zitten we natuurlijk ook hier. Het wordt echt een college. Nummer 1. Sta op eigen benen. Nog altijd zijn er echt schrikbarend veel meer vrouwen dan mannen financieel afhankelijk van een partner of van de overheid. Deze vrouwen kunnen zichzelf dus niet onderhouden en daardoor kan je nooit zelfstandig zijn. Nummer 2. Ken jezelf. Want als je weet wat jij kan, dan kan niemand je vertellen dat je iets niet kan. Nummer 3, durf te dromen. Wees niet bang om je ambities uit te spreken en wees ook niet bang om je ambities überhaupt te hebben. 4, durf te vragen, want niets gaat vanzelf en voor niets komt de zon op. 5, durf te delen. Doe niet mee aan clichés als de krabbenmand of het slangennest. Gun elkaar de expertise, je netwerk en help elkaar. 6, durf nee te zeggen. Vooral vrouwen hebben het idee dat ze alles moeten kunnen en dat het eigenlijk allemaal tegelijk. Dat werkt dus niet, zeg nee en kies voor jezelf. Nummer 7 is ja, durf ja te zeggen, dus als de wereld gaat door. 9, spreek je uit. Als je om je heen seksistisch gepraat wordt, zeg er wat van. Zeker nu, er worden zoveel van die kusjes gemaakt over me too, een me too'tje, haha. Zeg er wat van, dan steek je kop niet in het zand. En tot slot nummer 10, kies voor een vrouw. Tijdens verkiezingen, maar ook als je een panel moet samenstellen. En onafhankelijkheid en op je eigen benen staan, dat is volgens mij echt wel zonder meer het begin van alles.
En als je in je eentje de grens over gaat, dan zal je wel moeten. Want er is niemand die voor je gaat. Er is niemand die zegt waar je heen moet. Er is niemand die zegt hoe het werkt. Je moet het allemaal in je eentje uitvloeien. En dat is echt waanzinnig. Je leert namelijk ook vooral dat je met niemand hoeft te overleggen. Je hoeft je met aan niemand aan te passen. Je hoeft met niemand rekening te houden. En dat, dat is het meest bevrijdende wat je maar kunt meemaken. En je leert bovendien dat je niet afhankelijk bent van iemand anders om gelukkig te zijn. Of om dingen te ondernemen. Of om je veilig te voelen. Je kunt dat namelijk allemaal vanuit jezelf. En dat is echt ontzettend, ontzettend waardevol voor de rest van je leven. Zonder invloed van iemand anders of van een omgeving, dan ga je ook meteen ontdekken wat je wel en niet leuk vindt in het leven. Waar je goed in bent en waar je slecht in bent en waar je van dichtklapt of waar je energie van krijgt. En wat je ook uitvindt over jezelf, het is allemaal oké, want dat is dus gewoon wie je bent. Reizen is dromen. En in je eentje reizen is al je eigen dromen waarmaken. En je gaat leren om vragen te stellen, want je weet niet waar de bushalte is en je weet ook niet waar het dorp is waar je heen moet. En misschien voel je je op een gegeven moment super ongelukkig en dan moet je even vragen aan mensen die je zit of je meteen een biertje mag drinken. En daardoor leer je om van een negatieve situatie zelf iets positiefs te maken. En dat is echt iets wat je voor altijd bij je gaat houden. Voor wie inderdaad besluit trouwens om alleen te gaan binnenkort, dan wil ik je wel steeds waarschuwen. Want als je zodra je gaat zeggen dat je in je eentje gaat reizen, dan gaat iedereen zeggen of het wel een goed idee is. Dat is waar dan, hè? Nee, ik kan online op het ministerie van Buitenlandse Zaken kijken of het veilig is. Dat sowieso. Maar zelfs nog los daarvan ga je dan aan mensen zeggen, oh, maar kan dat wel? En doe je wel voorzichtig? En is het wel veilig? Maar goed, dat zijn we als vrouw gewend. Want we mogen nooit iemand eentje over straat en slapen ze weer naar huis fietsen. En weet ik wat er allemaal aan ons wordt opgedragen om ons maar veilig te houden voor iemand anders. Dus, maar al dat soort zogenaamd goed bedoelde adviezen illustreren alleen maar dat er een soort van rare vanzelfsprekendheid zit in denken dat je als vrouw alleen iets niet kan. En ik zeg het nog maar eens, vrouwen zijn echt net mensen. En we kunnen echt prima in ons eentje op reis. Zelf vind ik het echt de aller geruststellendste gedachte dat ik waardeloos de wereld in welke situatie in ieder geval mezelf heb. Want mensen komen en gaan, dus je moet het uiteindelijk weer met jezelf rooien. Nou, dit was echt mega inspirerend. I love it. Super, super leuk. Ik ga nu weer snel vandoor, maar jij bent blij dat ik hierheen ben gegaan. Ja, superleuk. Superleuk. Ik hoef je even opgehaald. We gaan heel even bij social borrelen. En ik wil me even omkleden. En dan over... Honger. Je hebt honger. Over 2 uur is... Oh, een sabadeo toch? Ik heb het niet heel erg nodig, maar... Ik heb andere auto mee. En we hebben over 2,5 uur het concert. Yeah. We zitten bij borrel van social, maar let op. Ik loop even weg, maar ik heb hier een heel team voor me. Die zijn voor mij. Look, die zijn net fucken. Is voor jou, ja! Yeah! Rennen. Ik dacht dat het 8:30 begon om 8:00. Poef, boef. Poef. Zacht in. Oeps. En het is Melkweg, ik dacht dat Paradiso was. Nou, dat niet erg. Dat was dichterbij. Er is inderdaad echt helemaal niemand meer. Iedereen is al binnen. We komen de Melkweg in. Het is Paradiso. Maar het is Paradiso. Moet even opschieten nou. Volgens mij verdien ik wel even een wobby. En om 8:30 dus. En we komen er binnen. Er is een festival bezig aan de ene kant. Daar. En een heavy metal band optreden aan de andere kant. 5 minuten lopen, let's go. Gaan we lopen, ja? Ja joh, tuurlijk. Oké. Okay. 5 minuten. Het is nog daar, weet je nog? Want dat verhaal ging binnen vroeg af. Oh, kijk, Paradiso. Wauw, dat is luxe. Dat is groot. Ik zeg het de hele dag al. Het is Paradiso. Nee, het is Melkweg. Waarom denk je dat Paradiso is? Nee, ik... Nee, niet. We staan in de rij voor de jassen. Ja. We zijn op tijd. Oh, maar net. Ik ga zo beginnen. Oké, we zitten te wachten. Zin in. Oh,
Het was superleuk, bij MGMT. Het was freaking awesome. We gaan weer naar huis. Echt awesome. Dat was echt leuk. Echt fun. Genoten. Hoe heeft een nieuwe favoriete AliExpress ding gevonden? Ja, deze kom ik echt altijd tegen. De, zo heet die, smart poop waterproof. Ja, yeah, de waterproof poop poop proof. Waterproof pee poop proof. Light. Light. Dus je hangt dit in je wc, zodat je led light... your poop. Well, you want red poop? Well, it's not good for you. Just use the light. You want green poop? Waarom zou jij in godsnaam de groene poep aanzetten? Dan doe je toch paars? Of rood, en dat je bloed uit je anus. Bruin? Oh nee, peach. Ja, poep. Peach? Dit is poepkleur gewoon. Net voor als je je wc niet schoonmaakt. Dan kun je er gewoon in pieën. En dan ja, is gewoon de kleur van... Waarom? Wacht, wat is het verschil tussen die twee? En de andere een beetje wc? Een paarsig, beetje ja, tussen blauw en paars in. Ah, dus die twee samen maak die. Mm. En al deze kleurtjes samen... Maak poep. Ik ga de vlog afsluiten. We gaan lekker slapen. Hoe laat is het? 10:12. We gaan slapen. Wel trusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. 10:12.